Ik richt me vooral op Oost-Afrika, waarbij ik bezig ben met het werken met mensen, lokale boeren, aan hun, wat we een livelihood noemen. Dus hoe ze omgaan en hoe ze staan in het leven en hoe ze een inkomen kunnen verdienen. En dan denk je bijvoorbeeld aan een regio in Ethiopië, waar we groepen bij elkaar brengen rondom een activiteit die ze zelf bedenken, waar ze zelf in geloven, waar ze zelf geld voor apart gaan leggen, waardoor ze een stukje eigenwaarde terugwinnen, een stuk geloof in de toekomst, een stukje hoop ook weer. Nou, dat is een heel mooi proces dat je dat ziet omkeren in mensenlevens. Ik denk dat het heel mooi is om betrokken te zijn bij Dorcas, omdat het je een kans geeft niet alleen maar financieel is bij te dragen, maar ook echt betrokken te zijn via acties in Nederland, via de winkels, via allerlei andere mogelijkheden om kennis of kunnen te delen. Dus je kunt ook echt jezelf inzetten en dat geeft een heel breed spectrum van mogelijkheden en daarom is het een hele mooie organisatie om mee samen te werken.